Het traject om de slechte delen op het wegdek aan de Washingtonstraat de Bennispark te herstellen wordt afgewerkt. Dit bevestigde de directeur van de Wegenautoriteit Suriname, Sunanda Dewi Gopalrai, vandaag tijdens een werkbezoek aan de werkzaamheden. De functionaris stelt dat de slechte structuur op de weg vooral kwam door wateroverlast. Zoals u weet zijn we gestart met de commissaris Wijtingweg. U weet dat daar ook de meest slechte delen zijn aangepakt. U weet, voordat een project aanvangt is er een inventarisatie gepleegd op de meest belangrijke wegen. En zoals ik al eerder ook had aangegeven, worden de meest slechte delen aangepakt. Dat geldt voor de commissaris Wijtingweg, de Lalaroekweg is nu afgerond. Nu staan we hier, Washingtonstraat. Dus ook hier geldt datzelfde principe, want waarom zou je ook de goede delen gaan aanpakken? We hebben ook te maken met een beperkt budget natuurlijk. Dus het is net als in een huishouden, passen meten met het budget dat je hebt en het maximale proberen eruit te halen. De werkzaamheden vinden simultaan plaats met de Johan Adolf Bengelstraat. Volgens minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zullen er meer projecten volgen. Dit is een van de grote programma's die uitgevoerd worden door de Wegenautoriteit. In samenwerking met Openbare Werken. Daar is een pakket van wegen die professioneel worden gerehabiliteerd. Waarbij de riolering ook wordt meegenomen, waar nodig. Deze weg zeker, want er was ook een groot probleem van de hele buurt over riolering. Dus je weet, we waren gestart bij de Larroekweg en dit is de Washingtonstraat en zo hebben we nog een aantal straten. Dan komt er binnenkort het rehabilitatieprogramma dat door OW zelf ook gelanceerd en uitgevoerd zal worden. Daarvoor zal ik jullie binnenkort uitnodigen. En er is dat komt uit de lokale begroting. En dan is er een derde rehabilitatieprogramma dat gefinancierd wordt door de IDB en OW samen. Waarvoor ik jullie ook binnenkort ga uitnodigen. Dus, kortom, er zijn een aantal, we focussen nu op rehabilitatie op een duurzame manier. De werkzaamheden aan deze primaire wegen staan los van de grote asfalteringsprojecten die zijn aangekondigd.